Sing Hong, de winkelzaak op de hoek van de Trinidadstraat en de Havana-straat te Munder. De heer Jagdeo Ramjiawan, die heeft dit verhuurd aan een winkelier en in deze een Chinese winkelier. Maar nu het contract zou verlopen, na 3 jaar is er voor de meneer Jagdeo in feite alleen maar hoofdpijn achtergelaten. Huurgeld dat niet volledig is betaald, achterstallige rekeningen voor EBS en ook nog SWM en ook nog telefoonrekening. Maar dat is erg genoeg, maar het allerergste is, terwijl de Chinese winkelier van hier is weggegaan, heeft hij de sleutels niet overgedragen aan de heer Ramjiawan. De heer Ramjiawan die moest nu gaan onderzoeken hoe dit nu, want hij zegt hij wil niet in problemen gaan voordat de Chinese winkelier hem zou gaan beschuldigen dat hij zaken heeft genomen uit de pand. Heeft hij dan, is hij op onderzoek uitgegaan waar hij allemaal moet gaan zodat dit nog open kan gaan. Uiteindelijk is dat de deurwaarder geworden en vandaag mocht in aanwezigheid van de deurwaarder en ook nog een getuige de deuren geopend worden. Zo heeft de heer Ramjiawan dan kunnen zien wat er hier allemaal achter voor hem is gelaten. Waarom de heer Ramjiawan dit toch naar de media heeft gebracht om alleen een beeld te geven wat anderen soms kunnen. En dit gebeurt vaak genoeg, zegt de deurwaarder. Dit is niet een case, maar dit gebeurt heel vaak. Vandaar dat de heer Ramjiawan het ook belangrijk vond om dit aan die gemeenschap kenbaar te maken. Het probleem is dat ik had hier het pand verhuurd voor een Chinees. En naarmate hoe de afspraken waren, dus contract was al verstreken, maar hij is dusdanig, wat hij heeft gedaan, vind ik dat het echt, ik ga niet te dusdanig woorden gebruiken, maar hij moest gewoon op vriendelijke manier gedaan hebben, want hij heeft zo plotseling iets gedaan dat me niet goed bevalt. Ja. Dus dat is het probleem toch? En dan kom ik te horen dat hij weg is. Hij heeft me persoonlijk niet gezegd dat hij weg is. Terwijl we zaken hebben gedaan, op schriftelijk, en ondanks dat gesproken mondeling, en daar heeft hij toch, heb ik het gelaten op de laatste moment, dat hij alles met alle spullen is weggegaan. Ik dacht nee, ik hou mezelf vast bij de wet. Niemand is volmaakt. Laat hij zijn dingen doen. Want hij zei me, ja, ik heb iemand voor je. Ik dacht oké, als het zo ver is, als je klaar bent met je dingen, dan gaan we zitten en praten. Begrijp je dat? En dan heeft hij ook nog erbij, heeft mijn rekeningen van EBS, ondanks dat hij hier voor deze pand voor een lage prijs had ik gedaan voor hem. Ik heb rekening gehouden met de COVID-situatie en de economische situatie van het land, behalve van Suriname, internationaal. Dacht ik dat ik nee, laat me medewerking verlenen, alleen totdat iemand anders komt. Want ik heb zoiets niet ervaren, maar ik weet hoe de frustratie nu is. Dus bij iedereen, niet alleen bij mij. Maar ik bedoel, vanaf de COVID-situatie is hij niet, dus niet dusdanig open gegaan dat hij de zaak heeft gedraaid. Hoor. Dat, ja. Ik had hem gevraagd, dus dat is het probleem waarom hij zoiets met me gedaan heeft. Dat, ik dacht, nee, hij is nog. Dus afgelopen zondag zei me, ik bel hem. 2 mensen waren bereid om te komen kijken. Toch? Hij had met iemand afgestemd, hij zou met al die spullen komen. En ondanks voor die spullen wat we hadden afgeprogrammeerd. Bij mij gaat het niet om spullen hoor, of geld. Want hij moet al, hij heeft voor mijn rekening achtergelaten, EBS, stroom. Telefoon bemoei ik niet, want ik had ze al in het verleden gemeld. Als je telefoon aansluiten doet, doe het niet op mijn naam. EBS, waterleiding wel. Want ik weet hoe het gaat bij SWM. Overmaken voor iemand anders en weer over. Dacht nee, laat me op mijn naam laten. Heeft hij zijn stroom- en waterrekening voldaan? Nee, hij heeft niet voldaan. Hij heeft niet. Totaal voldaan, want EBS was hier geweest om af te sluiten. Ik heb hem wakker gemaakt. Dus die datum ken ik niet, maar het was van de maan. Ik zei die heren, laat me even hem wakker maken. Dat kijk, je bent 4 maanden achter staan. En dan heeft hij me voor 2 maanden, ik dacht nee, ze gaan het niet accepteren.
tijd van mijn geven voor later, volgende dag, ik moet in de rij gaan staan. Dan ben ik toch die 3 maanden gaan betalen met die boete. Maar daarna, ik heb hem gezegd, je hebt nog spelen om vooruit te lopen, betaal die rekeningen. Tussendoor is die 2 maanden weer gekomen, ik ben gaan informeren. 2 maanden, want ik betaal van mijn apart boven, toch? Beneden is apart. Dus dat heeft hij ook voor me achtergelaten. En tussendoor ben ik ook naar SWM geweest, want hij heeft mijn, van boven heeft hij water gebruikt. We hadden weer andere afspraken, zijn mondelingen afspraken, dat nee. Laat me ook mijn medewerking verlenen. Dus waterleiding, SWM heeft hij ook rekening gelaten voor me. Dus als ik twee SWM en EBS samen optel, dan ben ik, ligt ik al 3000 alleen wat hij van hem heeft gebruikt beneden. En dan heb ik ook medewerking verleend van mij, van boven. Want ik heb weer een andere, van beneden en boven is apart. Ik dacht, nee, laat me je die druk geven. Dus ik heb je druk voor boven. Alleen dat je dingen snel kan doen. Dan heb ik gezien dat ik een hoge rekening heb. Dan later heb ik hem gezegd, toch heb ik hem gezegd, ik ga even rekening houden. Dat kunnen we even later afstemmen, als ik zover ben. Ja. Dus dat is al hoe, ik betaalde normaal, maar als ik zie nu, samen van mij, dat is al bijna, laat me zeggen, als ik met hem moest gaan verdelen, zou het ook een hoge bedrag zijn. Dus hoe bedoel ik, elk cent telt, hè. Dus nooit heb ik zo'n rekening betaald, dat plotseling moet ik, SWM zegt dat, maar daar ben ik meters aan gaan checken, want het is helemaal achterin, dus ze gaan niet zomaar naar achteren. Pas als je ze laat doorgaan van hier voor en naar achteren. Dan ben ik even gaan natrekken, ik dacht, nee, dit klopt. Dus dan moet ik even betalingsmaatregelen gaan treffen. Dus dat heb ik gedaan bij EBS, SWM. Maar EBS had ik hun gezegd, moet ik kijken, die man is al een tijdje, hij gaat niet open, is dicht en kijk alle, geen van die koelers en ijsvriezers draaien. Waarom komt er eigenlijk diezelfde rekening? Begrijpt u? Want nu kan je serviceafdeling niet gaan spreken, je moet via alles telefonie. En dat is dit komen bij kijken. Dus dat dacht ik, EBS had ik gemeld dat oké, we hebben betaald. Dat, nadien zijn ze niet gekomen. Eigenlijk moest ik komen. Ik moest het gelaten hebben om af te sluiten. Maar het zou weer een ander proces worden. Ik dacht nee, omdat hij nog hier is, ik had zoiets niet verwacht. Dus dat is het. Ja. De contractperiode, dat was voor hoe lang? Het was, wat meestal bij wet is het, als iemand komt voor een zakenpand, ik heb ook ervaren, in het verleden heb ik het gehuurd, dus dan moet je minimum 3 jaren contract maken. Is hij de 3 jaren gebleven of is hij voor zijn periode weg? Nee, hij is 3 jaren gebleven, dus april is verstreken. Mm-hmm. Maar die contract was op zijn vrouwnaam gemaakt. En die vrouw, kijk, ik ga niet slechte dingen van mensen praten. Iedereen maakt fouten, maar zoiets wat hij gedaan heeft, vind ik eigenlijk niet goed. Omdat hij maakt een slechte indruk voor de gemeenschap. En behalve gemeenschap voor de Chinezen. Want ik kan anders gaan aanpakken. Ik bedoel dat ik ben een persoon van huis uit. Mijn familie kennen me hoe ik ben. Dus behalve bij mijn familie, maar ik wil mijn naam dusdanig niet hoog. Ik ben niet hoog, ik wil hoog spelen, maar daar boven, hij ziet alles wat er gebeurt. Dus hij heeft u gewoon de sleutels van de winkel niet gegeven? Niet gegeven. Dus dat is het punt. Hè. Ondanks, je laat rekeningen en daar heb ik een zachte betaling voor je. De huur was niet zodanig duur. Ik dacht, oké, draai. Want voorheen was zijn familie hier. Ik dacht, ik wilde niet eigenlijk. Is jouw familie. Ik dacht, praat met hem. Hij heeft gesproken over hoe dit, dat gaan we niet praten. Want als we daarover gaan praten, kijk hoeveel moet je gaan investeren om mij deze pand op dit, hoe het was. Want zo, het staat op in het contract. Hè. Dus vanaf wanneer is dit gesloten? April? Dus dit is, hij heeft vanaf die COVID-situatie, maart, is hij opengegaan, morgens, middag. En dat, vanaf, laat me zeggen, vanaf even... Ja, vanaf mei even in de middaguren. En heeft hij contact met u opgenomen ook? Nee, hij was in contact met mij, want hij ging hier. Wanneer heeft hij hem voor het laatst gezien? Ik heb voor het laatst hem hier gezien, was behalve deze week, zondag heb ik... Nee, dus afgelopen zondag heb ik hem niet gezien. Het was toen hij die kasten hier ging laden, dat heb ik jou laten bellen. Ik heb geschreven, dat was op 21, denk ik, op een donderdag toen hij die kasten heeft weggebracht. Oké, daar ben ik
gelukkig dat u me die vraag hebt gesteld. Dan ging hij die kasten van Parbo en van Coca-Cola laden. En dan dacht ik, nee, behalve ik ga niet zeggen wat wij spullen over die spullen, wil ik niet weten. Maar dan later dacht ik, hey, hoe kan het? Het was in het middag hier, het was donderdag, want u weet dat zaterdag zou een full lockdown. Dat ik zei, mijn dochter, ik vind dat ding is vreemd. Hij mag die Coca-Cola en die van Parbo niet wegbrengen. Het mag niet. Ik heb persoonlijk heel winkel gedraaid vanaf het begin toen ik gebouwd heb. Niet dat die dingen gaat aan u, behalve als het veranderen. Ik dacht, nee, je moet met hun contact nemen. En dan komen ze en dan halen ze, brengen ze weg. Pas als er iemand een andere huurder komt, dan maken ze weer een andere afspraak met die andere huurder. Maar ik ben erachter gekomen, daar heb ik mijn dochter, ik ben bezorgd. Bel hem even, toch? WhatsApp, want mijn telefoon, sorry. Ze heeft gebeld, mijn dochter zei me, waarom spreek je niet met hem? Ik dacht, nee, vraag alleen dat hij, heeft hij afgestemd met Parbo en Coca-Cola? Want op die dag, in de morgenuren, zo tegen 12 of 1 uur, exact weet ik niet de tijd, maar het was donderdag zelf, want hij heeft middag hier geladen. Ik heb geschreven. En de autokentekennummer zelf heb ik geschreven. Want ik voelde dat, nee, zoiets, ik vind het vreemd. Laat me het opnemen. Alleen dat we erachter kunnen erachter komen als er iets mis is. En dan, ik was op het balkon, daar wilde ik naar beneden komen. Ik heb gezien die Coca-Cola wagen is gestopt, maar daar is hij doorgereden. Daar vanaf. Toen dacht ik, nee, dus op die dag heb ik op het laatste moment, was het 21 augustus, denk ik, donderdag, heb ik hem hier gezien, misschien even met hem gesproken. Volgens mij was het in de morgenuren, was hij nog hier binnen. Hij zei me dat, kijk, deze man is het, hij wil met jou komen praten. Ik dacht, als het zover is, als je klaar bent. Dus in feite, vanaf 21 augustus is de winkel dan gesloten. Ja, 21 augustus. Ja, dat is helemaal gesloten. Maar voorheen heeft hij niet gedraaid. Want de winkel is niet open gegaan helemaal. Vanaf, laat me duidelijk maken. Vanaf juli heeft hij geen enkele dag heeft hij open gedaan. Vanaf juli. Maar voorheen, dus juni, mei, ging hij even in de morgenuren of in de middaguren. Want ik heb hem geholpen, veel ook. Want als het tekort was, niet nu, vanaf het begin, als er iets misging, dat ging hij me roepen. Als ik vrij was, zei hij me dat hij doet zoiets voor me, bijvoorbeeld. Ja. Misschien geef hij me een soft of zo. Maar zonder betalen, ik dacht, nee, laat me meewerken met hem, begrijp je? En u zegt, meneer Jagdeel, u zegt om dan nu niet in de fout te gaan, heeft u een deurwaarder ingeschakeld om de deuren te openen straks. Ja, dus daarom heb ik dacht nee, vooral hoe die nu COVID-situatie is, en met dit ding wil ik geen grap maken, laat me volgens de wet de weg bewandelen. Dinsdagsmorgens ben ik bij de politie gegaan. Sorry dat ik zo moet zeggen, begrijpt u het? Misschien als het nodig is in de toekomst, ik heb ervaringen met veel agenten, vooral Nieuwe Haven en daar, maar toen in het verleden bureau hier niet was, geërsleid, je kan vragen aan de buren. Als je ze belt, onverwacht, en dat ring was nog niet dusdanig asfalteerd. Binnen no time waren ze al hier. Want ik heb al andere dingen hier meegemaakt. Mijn dochter ging hele 2 uur lang hebben gewacht hier, 's morgens. We hebben gebeld, ze zijn niet gekomen, 2 uur lang we zijn gegaan. Maar oké, weer iets anders, even bijvoegen. Ik ben gegaan dinsdag, afgelopen dinsdag, pas. In dit geval kunnen wij niet bijstaan. Anders gaan wij in de bak als politieman. Dus werk naar jouw eigen inzichten. Maar hij heeft me niet informeerd, dat zoek een deurwaarder. Maar ik had in mijn mind, ik ben bij mijn advocaat gegaan. Het zal nu dus via de deurwaarder gebeuren. Dus nu gaan we dat via deurwaarder moeten doen.